Marcus Vlogs. Hallo en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag is het vrijdag 25 februari 2022. En aan de ene kant mogen we heel blij zijn, omdat heel veel de meeste maatregelen vandaag zijn vervallen en carnaval is aangebroken. Aan de andere kant mogen we ook weer een beetje wat minder blij zijn vanwege die verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Maar goed, omdat we even ons ei kwijt moeten en even moeten ventileren, moeten we even onze agressie kwijt af en toe. Hè? Hebben we hier een paar scheldwoorden die ik ga benoemen, die je waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebt. Dus hier komen ze dan. Aanbijenbeffer. Aanbijenlikker. Afgebakken frikandelhoofd. Apenrukker. Avocadoneuker. Ingegroeide konthaar. Wat de hel, hè? Infantiele kraaienkut. Internetverslaafde neuker. Kaalgeschoren bouffier. Uitgekotste kamelenkut. Uit de baarmoeder gerukte mislukte kutkop. Uit de baarmoeder gerukte tientepelige kuttrut. Uit de kut gepoepte homofiele Tinky Winky. Wat de hel, hé. Hoe verzinnen ze dit dan weer? Vagina varken. Baarmoeder scheef gepoept kutkind. Ik bedoel, dit zijn wel hele creatieve, originele scheldwoorden, zeg maar. Dus ik vind het wel grappig, hoor. Okselharen, billen, reet, zweet, zuur. Okselschimmelhoer. Olifanten, babyface. Ik moet toegeven, ik vind vooral die lange scheldwoorden vind ik vaak heel grappig. Hier heb je bijvoorbeeld ook nog paashaar, schaamhaarverzamelaar. Paardenpikkenpoetser. Papegaaien, kuttenbefkonijn. Fietspompen, lullengezicht. Hangbuik, varken, kontenneuker. Oké, wacht even, dit is een hele rare. Hangbuik, varken, kontenneuker. Oké, ik vind het wel heel... heel opmerkelijk allemaal. Ik moet erom lachen, ik vind het hilarisch. Nou jongens, nog een fijne dag dan. En nog een fijne carnaval alvast toegewenst voor iedereen. Voor wie het gaat vieren. En voor de anderen gewoon een fijn weekend of fijne voorjaarsvakantie, als dat er is. Geen idee, maar in ieder geval tot ziens en de groeten. Ciao.